ons land zijn we vrij, toch? Maar wanneer ben je eigenlijk vrij? Hangt dat alleen af van het land waarin je geboren bent? Of in welke tijd? Ben je vrij als je je mening mag geven en anderen je daarom niet lastigvallen? Of is vrijheid meer? In veel landen is het gevaarlijk om je eigen mening te geven. Als je in Noord-Korea woont, dan kan je maar beter de grote leider aanbidden. Anders loop je het risico dat je opgepakt wordt en in de gevangenis belandt. Of nog erger, je gaat naar een concentratiekamp. Zoiets hebben we in Europa ook gehad. Niet eens zijn met de Duitse overheersers was gevaarlijk. Of erger nog, je kon maar net de verkeerde ouders met het verkeerde ras hebben. Deze racistische ideologie heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog. De misschien net zo erge communistische ideologie heeft langer geduurd dan het fascisme. De geheime politie hield iedereen in de gaten om te kijken of iemand het oneens was met de communistische ideeën. Eén verkeerd woord en je familie werd voor de rest van hun leven gediscrimineerd. Vele miljoenen slachtoffers getuigen ervan dat het allemaal nog erger kon. Dat was vroeger. Maar ook nu heb je in sommige landen nog steeds niet de vrijheid om bijvoorbeeld te veranderen van geloof. Denk maar eens aan Saoedi-Arabië of Pakistan. Wij leven echter in een rijk en vooral vrij land. Maar hoe vrij zijn we nu echt? Uiteindelijk worden we allemaal gevormd door alles wat we horen en zien. Onze tijd kenmerkt zich door de eindloze stroom ideaalbeelden. Meestal is het mooier dan de werkelijkheid. We hebben steeds terugkerende reclames die ons voortdurend proberen te verleiden. Als je de verleiding van lekker, maar ongezond eten niet kunt weerstaan, hoe vrij ben je dan? Ben je wel vrij als je al wat lekkers ziet? Als je veel denkt aan gokken, dan is het moeilijk om de verleiding van die gokreclames te weerstaan. Ben je dan nog vrij? En zo zijn er heel veel verleidingen. Of het nu gaat om gamen, seks, alcohol, dure auto's. Alleen voor dat laatste heb je heel veel geld nodig. En dat hebben de meesten niet. Je woont dan wel in een vrij land, maar ben je wel vrij in je denken? Ben je echt vrij als je jezelf laat leiden door die verleidingen? Ben je vrij als je over bepaalde ideeën niets meer wilt horen? Gewoonweg omdat je bang bent dat je dan van mening moet veranderen? Kan jij je denken veranderen? Vrijheid in de samenleving is belangrijk, maar innerlijke vrijheid is misschien nog wel belangrijker.